Hey schat, zullen we kamperen? Hey, ik hou zo van jou! En dan moet je weg! Wat doe je daar nou, Ruben? Aan kapot! Zo, kerstman. We hebben leuke tijden met elkaar gehad. Maar de kerst is daar toch echt voorbij. Ga jij doen? Kerstballen gevecht! Let it snow, let it snow, let it snow. Welkom allemaal weer bij een nieuwe video hier op Good Life, dames en heren. 2020 is alweer een tijdje aan de gang. Vandaag zijn de kinderen voor het eerst weer naar school. En de kerstspullen moeten wij nog steeds gaan opruimen. Dus dat gaan we vandaag maar eens een keertje doen. Want het blijft namelijk niet eeuwig kerst. Ik moet eerlijk bekennen dat het mij nog meevalt dat alles nog staat. Met name de kerstman had ik wel verwacht dat die gejat zouden hebben. Maar ook die is er nog steeds. We zijn net nog even naar de winkel geweest. Hebben we wat bakken gekocht. Daar gaan we alles in stoppen. We gaan maar eens beginnen. Want het is een dagtaak om het op te hangen. Maar het is ook een dagtaak om het af te halen. Hey schat, kunnen we kamperen? Bijna, jongen. Ah, dat is ook niet meer wat het is. Ah, zo. Ga lachen op z'n kop, zo. Ruben is de bak aan elkaar zetten voor de kerkvallen. Ja, past niet. Hij is te breed. Schat, ze worden zo gekocht, dus ze moeten wel passen. Ja, zo past het niet. Kijk, dan ook. Die daar. Ja. Die daarin. Hoe krijg je die passend? Ze hebben het wel zo gekocht. Ga jij maar vertellen hoe dat past krijgen. De chef vanzelf aan de bak. Letterlijk. Ja. Ik zou niet weten hoe je anders tegen zou moeten. Dat zeg ik. Ganna. Nou, ik heb wel betere kwaliteit gezien in mijn leven hoor. Kijk, dat is die verkeerde die doet klaar. Ja, goed aanstampen. Ja. God, hey. En nu komen we bij het treurigste moment, dames en heren, van de dag. We gaan de boom gaan we ontpieken. Met tranen in de ogen gaan we afscheid nemen van haar. Ik hou zo van jou! En dan moet je weg! Nou ja, tot november zou ik zeggen. Oh, kijk eens. Alles gaat langs de raam eruit. Ja. Sorry, ik kan niet meer. Oh, arme jongen. Ja, weet ik niet. Wat doe je daar nou, Ruben? Aan kapot! Ach, doe nou wel expres. Het heb ik ook gewonnen, hoor. Ja, jij doet het. Niet normaal. En jij doet het. Zo, er gaat wat in hoeken er vanaf. Wat een beetje kaal in huis, hè. Ja, we gaan terug. Wat ga jij doen, jong? Ja, ik vind het zo'n troep wat wij gekocht hebben vandaag. Kijk, dit is karton. Dit is gewoon dik papier. Wat ik ga doen is gewoon even uitsnijden en een stuk karton erin leggen. Dat is stevig, want dit werkt niet. Ik doe hier bovenop ook de kereltjes inleggen, maar dan gaat het ook niet passen. En dan ga ik dat dus een beetje uitmeten. Mm-hmm. En dan denk ik echt zo ongeveer. Oh. Knutselen met koet, dames en heren. Ja, bijna. Prima. Goed gedaan, schat. Dat verdient. Oh, met jouw kusje. Kusje, 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 kusje. Oh. Echt waar. Ruben en Melanie, altijd lol. Tussen het opruimen door kwamen we ook nog wat kerstkaarten tegen. We hebben heel veel kerstkaarten binnen gehad afgelopen jaar. Iedereen, hartstikke bedankt voor de kerstkaart. Ik geloof niet dat we dat al gedaan hadden. Of wel, kijk Melanie even na. Nou, volgens mij heb ik wel een paar laten zien in het begin, maar daarna niet meer, nee. Ja, ja, dat zijn ook zo veel. Dus ik heb een hele stapel hier weer. Zijn ze niet allemaal, maar ik zal er gewoon even een paar voorlezen. Voor jullie ook een hele fijne feestdagen in de zon 2020 toegewenst. Sandra Koller, ook heel erg bedankt. Die hebben we natuurlijk wel in de video gezegd. Iedereen een gelukkig nieuwjaar. Of een, ja, fijne kerst. Ik heb hier nog eentje. Geef Jane en Jason en Jalicia een dikke knuffel van mij. Groetjes. Joyce Brabander, dankjewel Joyce. Ik zal er nog even eentje met een grap, deze grote, ziet er mooi uit.
en die is van... Hij is goed vastgeplakt. Ja. Maar hij zat hier wel natuurlijk vast. Hij zat hier wel op de kast. Ja. Kom maar, handjes aan. Ja, ik probeer hem voorzichtig open te krijgen. Sietse! Happy New Year, dankjewel Sietse. Nou, iedereen heel erg bedankt nogmaals voor de kerstkaarten. En ja, excuses dat ze niet allemaal kunnen laten zien, maar het zijn er echt een heleboel. Dus, maar toch iedereen hartstikke bedankt. We gaan ze netjes in een doos stoppen, bij de kerstspullen. En dan gewoon van volgend jaar alvast een keer klaar. Dat hebben we namelijk een doos. Nou, één doos. Die is tegenwoordig zijn er wel meer dozen. Zit alle fanmail van onze lieve fans in. En de leuke dingetjes, ja, die wil ik toch altijd wel bewaren. Er zitten dingetjes bij, dat vind ik heel speciaal. Ha, en die kleine kindjes wat ze maken. Dus ja, daar hebben we ook een apart hoekje voor. Ja, tot het uitbeeld. En dan moeten we kijken waar ik het dan neer ga zetten. Want ja, zo'n groot huisje hebben we hier niet goed. Nou, dit was natuurlijk een heel goedkoop projectje. Dat is allemaal plastic ballen. Die doen we in één kist zoals deze. Kunnen we nou wel in één kist doen. Die andere van de boom, het waren allemaal glazen. Dus die kun je niet in een kist leggen, want dan gaat het kapot. En deze kan makkelijk, dus dat is opgelost. Ik zit wel te kijken, we hebben natuurlijk ook wel die haken nog, zoals deze hier. Zie je? Nu weten wij nog niet precies wat we ermee moeten gaan doen, maar wellicht dat jij een idee hebt. Als je een idee hebt, ja, zou ik normaal zeggen, laat het achter in de comments, maar de comments die gaan niet meer aan. Dat is uitgeschakeld, de koppenwet is gewoon in werking nu. Eerlijk gezegd merken we daar nog vrij weinig van. Dus jullie weten, jullie kunnen de kijkcijfers ook gewoon zien, het gaat gewoon goed, zoals eigenlijk altijd gaat. Dus. Maar ja, wat we met die haakjes moeten, ik zat zelf te denken, iets van de webplanten eraan te hangen ofzo, maar wellicht heb jij een leuker idee. Laat het even weten via Facebook, Instagram of mail ons. En wellicht zit er wel een leuk idee tussen, dat we zeggen, joh, dan kunnen we dan met die haken doen, dan hier naar een hele jaar er tegenaan te kijken. En dan laten we laten die takken hangen, maar ja, ik weet niet waar die takken zitten. Maar laat het weten als je een idee hebt. Ja. Ga je ook rapen? Oh, ik denk dat langs. Ja. Acrobaat Ruben. Dit is wat we bedoelen. Zie je allemaal haken. We dachten misschien kunnen we daar iets anders aan hangen, waardoor het weer wat leuker eruit ziet. Nou schat, dan verwacht ik van jou een complimentje nu. Complimentje, hoezo schat? Dat hangt nog steeds. Hé, hey, had je ook niet verwacht hè? Nee, dat klopt. Maar we gaan het toch echt gaan afrekenen nu. Mijn complimentjes gaan dus. Ah, dankjewel, dankjewel. Spontaan van je, wat leuk. Daar ben ik heel blij mee. Ach, weet je, ik ben blij dat het tegen de kerst loopt, hè? Dat ik allemaal de lampjes kan hangen. Ik ben blij dat het weggaat. Blij dat het weggaat. En vanavond zitten en denk ik, wat een kale boel, wat een kale boel. Zo, kerstman. We hebben leuke tijden met elkaar gehad. Maar de kerst is nou toch echt voorbij. Nou, dat gaat er ook toch vanaf. Wat ben je nou allemaal aan het doen, Melanie? Wat ben je nou allemaal aan het doen? Dit werkt toch niet? Je maakt het daar voor de helft los, nu maak je het hier los. Je moet ze streng voor streng losmaken. Eigenwijs, hè. Vrouwen, echt. Nee, dit schiet lekker op, schat. Echt. Hier hebben we wat aan. Dat is heel niet vol. Als je daar nu ook losmaakt, slimme Rick, dan valt hij naar beneden. Ja, Manani, dan raak je toch helemaal aan de knoop. Ja, laat hem maar vallen. Dankjewel, hè. Hier heb ik toch helemaal niks aan. Ik had gewoon strengen voor strengen ineens kunnen oprollen hadden een mooie rol gehad. Hey, Jason. Kom eens. Dat is prijs. Eén bal tegen de kop aan is 100 euro. Ja, ja serieus, doe maar. Oké. Okay. Ga jij doen? Games, hallo! Kerstballen gevecht! Kerstballen gevecht! Nee. Ja? Kom dan. Ja!
Oh. Moet je niet. Oh, bijna. Ah. Oh. Oh. Ja, einde gevecht. Echt, jullie maken er een zooi van overal. Jullie! Kijk eens, jongeman, ik mag het ook opruimen. Alsjeblieft, jij hebt gewonnen. En de winnaar Jason mag het opruimen. Ja, het wordt haar huisje weer kaal, jongens. Let it snow, let it snow, let it snow. Eigenlijk niet normaal, hè? De halve schuur staat gewoon vol met kerstspullen. Eerst stond het altijd op de zolder, maar we hebben daarvoor gekozen om het toch ja, beneden te houden, omdat het in de sleep werkt. Dus volgens mij twee etages omhoog met die dozen. En het meeste is voor stof verbuiten met plastic. Ja, die takken is allemaal plastic, weet ik. Dat maakt niet uit. Het enige wat we wel boven leggen, dat zijn die glazen ballen. Ja, dat wou ik net gaan vragen. Wat doen we met de glazen ballen? Ja, die gaan we wel boven leggen. Want als daar de peek of het weer in gaat zitten, komt schimmel op of zoals de zon zijn. Die zijn duur. Ja, ja. Die plastic ballen waren €5 voor 24 stuks. 48. Ja. Waren niet zo duur, ja. Echt niet duur. Dus je kunt ze beter mensen goed elk jaar opnieuw gaan kopen. Hoeveel ga jij doen? Nee. Doe je zwengel. Maar goed, weet je. Ga maar liggen. Ja. Is goed zo. Dan ga ik hier eventjes zo meteen een stofzuigertje doorheen halen. Dweilen, even de mat een beetje terugtrekken. En dan is het eindelijk een beetje weer schoon, rustig. Maar ja, dan ga ik het wel weer missen. Goeiemiddag! Goeiemiddag! Wat zijn jullie? Wij zijn aan het opruimen, lieve schat. Heb je het niet gezien? Alles is voor weg. Waarom? Omdat kerst voorbij is. Het nieuwe jaar, we leven in 2020. Einde van het jaar gaan we alles weer terug ophangen als het weer kerst is. Ja, helaas. Pindakaas. Maar dan ruim je die stoelen toch niet op? Wat is stoelen, lieve schat? Die in de schuur staat. Die staat in de schuur. Opgeruimd, schat. We hebben alle kerstspullen in de schuur gestaan bijna. Oh. Hij is weer naar binnen. Dat is gek, hè? Ja! Ja, het is wel heel kaal hier binnen nou, jongens. Niet zien. Waarom is het hier heel kaal? Ja, schat, de kerstspullen die zijn nou weg. Kerstmis is voorbij. Voor einde van het jaar weer, over een maandje of 11. Zet hem weer op. Maar hier is het ook kaal! Lieve schat, kijk eens, die tafel moet papa zo meteen terugtrekken hierheen. Een beetje. En dan is het aan minder kaal. Oké? En onder muzikaal begeleiding van Jaden zuigen we de allerlaatste resten van de kerst zuigen we weg. En dan is kerst 2019 toch echt een einde. Wat is dit dan, Jaden? Agenda. Moet ik ermee? Je moet ergens aan denken. Waar moet je aan denken? Waar moet je aan denken? Aan de zwemspulletjes. Nou, zet ze maar vast klaar op de gang van morgen. Pak ze maar vast. Kun je ze niet vergeten. Oh, dat is slim. Mijn mama doet het nog. Nee, je bent aan de gooien, jongen. En al die feestdagen krijgen we ook weer lekker gezond eten, dames en heren. Heerlijk, lekker, hè? Appelbus. En? En spruiten. Lekker spruiten, hè? Ze zeggen smakelijk eten. Is die een beetje warm? Ja, lekker, maar ze wel warm. Wij gaan verder genieten van ons avondeten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken van deze video. En morgen dan zijn we weer. Tot dan. Dag. Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het eventjes snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet. Hè? Tot de volgende keer.